speelt bij MVV en dan komen niks clubs als Barcelona, Juventus, Man United. En dan, wat denk je dan? Word je niet gek in je hoofd? Denk je, wauw. En nu? Hoe is het, jongen? Goed, man. Boxhouden. Gaat goed? Ja, man. Zo, grote gast ben jij, man. Ja, 1,95 meter. Woont je vriendin hier? Ja. Wow, man, ze lekker, hè? Huh? Ja, mooi huis. Mooi huisje, hè? Je weet dan wat je uitkiest. Kijk, een vrouwtje, hè, gelijk. Nee. Voor de zekerheid. Kijk we niet naar. Nee? Hé, hey, gaat het met je goed? Ja, gaat goed. Ja? Nu, sinds het begin van de corona ben ik in Nederland. Ja. Yeah. En train gewoon door. Maar je traint hier gewoon nu, hè? Ja. Ja, in Maastricht wel, hè. Oh, Maastricht. Je gaat elke keer op en neer? Nee. Ik ben, ja, nu ben ik gewoon hier. Ja. Yeah. Als ik vrij heb. Dan ga je naar je vrouwtje toe. En je had geen zin om naar Maastricht te rijden, hè? Nee, man. Zo. Wel een lekkere fly, hè. Ik vind Maastricht wel een mooie stad, man. Ik ben daar één keer geweest met school. Dus ik in zo'n, ging ze in zo'n grot. Zat je op school? Ja, op dak. In zo'n grot gingen we. Die, hoe noem je dat? Die Merchel. Ja, die Merchel ding en zo. Maar Maastricht was wel leuk, man. Ging naar de kermis daar. En zo'n rond ding. Ik weet niet, de Blitz of zo, weet ik hoe dat ding heette. Kots, jongen. Iedereen zat onder. Dat ding ging toch zo. Ja, maar in Barcelona speel je? Ja. Hoe kan dat dan? Ik tekende mijn contract niet bij MVV. Ja. Ja, als 16-jarig talent dan daar val je op zonder contract. Dus kon ik eigenlijk overal naartoe waar ik... Wie wilde je nog meer hebben? Chelsea, Juventus. Meen je? United. Eigenlijk wel heel veel gewoon grote clubs. Dus dat is wel raar. Als je daar gewoon speelt en dan hoor je opeens die namen. Dus je speelt bij MVV en dan komen niks clubs als Barcelona, Juventus, Man United. En dan, wat denk je dan? Word je niet gek in je hoofd? Denk je, wauw. En nu? Ja, natuurlijk ga je een beetje denken van, je zit allemaal wel voor je, hè? Ja. Maar rustig blijven en gewoon zien hoe het loopt. Ja. Dat is allemaal goed gegaan. Wie is je zaakwaarnemer? Carlos Barros. Prestige Sports. Oké. Okay. Oh, dus die zit ook goed in één keer. Hoe lang een contract heb je getekend? Twee jaar, dus nu loopt hij nog een jaar. Ja, door. Ja. En hoe is het bevallen? Van de eerste... Ja, goed hoor. Ja? Ja. Maar train je dan met de eerste? Ik heb één keer met de eerste getraind. En voor de rest gewoon onder 19 aan Barça B. Ja. En Messi deed mee met de training? Ja. Goed? Tuurlijk. Maar hij traint gewoon met zijn handen en zij doet hij wat hij wil. Ja, hè? Ja. Rustig aan. Mm-hmm. Alleen in de wedstrijden laat hij. In de wedstrijden ook, hè? Als zij gewoon even allemaal gas geven, dan weet je niet waar je tussen staat. Nee, hè? Als hij echt aan gaat zetten, dan is het klaar, toch? Mm-hmm. Als hij die turbo aanzet, die kleine Messi. Maar is alles klein bij hem? Ik zat wel naast hem, hè? Ja? Hoe is dat dan? Als hij gewoon zo'n grootheid naast je zit, wat denk je dan? What the fuck? Vorig jaar zat ik bij MVV, was ik nog fly aan het vreten en nu zit ik naast Messi. Ja, ik durf niet te kijken, toch? Huh? Nee? Nee. Durft hij niks te zeggen ook? Met wie moest ik praten? Met Frankie. Ja. En even met Ter Stegen. Dat is tegen, ja? Het is niet dat ik daar... grote mond had of zo. Nee. Direct me laat horen in de kleedkamer. Nee. Zo, maar dat is wel heel rad, man. Als je dan met Messi zit... Dus je trok daar ook wel op met Frenkie. Frenkie is top, gewoon zo. Ja, ik zie hem al vaker. Ja. Hij is ook gewoon... niet dat ik hem vaak zie in de stad, maar hij loopt gewoon door de stad rustig. Kan hij gewoon rustig door de stad lopen? Volgens mij doet hij dat wel gewoon. Oké, en jij? Jij wel. Ik ook, ja. Nu nog wel. Ik vond het wel raar toen ik één keer herkend werd. Ik ging een magneton kopen en die vrouw herkende me. Ja. Meen je niet? Dus van één keer trainen met het eerste? Ja. Dus de rest doe je gewoon in de B en in de B-elftal van de... Mm-hmm. Er zit dingen daar toch ook, Reis? Ja, klopt. Hoe gaat het met hem? Echt goede speler, hè? Ja, hè? Ik kende hem eigenlijk niet heel goed van hier bij Groningen, maar nu ik hem daar zie... Doet hij het goed? Ja, zeker. Oké, dus die heeft wel kans dat hij... ook naar het eerste. Mm-hmm. Zie jij een kans daar ook?
Piquet, ik heb nog een Piquet. Ja, die is er wel, maar kijk, ik ben 18. Ja. En dan zou het wel nog een aantal jaar duren. Ja. En ja, wie weet, misschien wil ik sneller ergens anders in de eerste minuut maken. Ja. En dat is toch misschien beter voor je ontwikkeling. Tuurlijk, je moet gewoon spelen, man. Het is wel mooi bij Barcelona trainen. Als je, ja, je hebt nu een jaartje getraind, daar. En dan, ja, daarna moet je gewoon moet je wel gaan spelen, man. Wedstrijden. Mm-hmm. Ja, met B is ook wel hoog niveau natuurlijk. Ja, B wel, maar onder 19, daar merk ik dat het gewoon niet genoeg uitdaging is. Nee, hè? Nee, dus, de 18, ja, dan moet je wel echt... een eredivisie dan? Als de eredivisie zou komen, zou je dat doen? Ik denk het niet. Nee? Nee. Hoezo niet? Weet ik niet. Je hebt veel jong teams natuurlijk. En als je dan niet in het eerste speelt, dan zak je weer terug. Ja. En dan kom ik eigenlijk weer op het niveau van MVV. Ja. Dus... MVV is wel een mooie club. Ik heb mijn eerste goal ooit gemaakt tegen MVV. Ja, echt. Was mijn... Toen speelden ze nog? Eredivisie. Toen speelde ik bij Twente. En... toen scoorde ik mijn eerste goal. En vanaf toen ging het echt los met mij, man. Zo, bleef ik scoren. Wat heb je bij eigenlijk? Ja, gewoon mijn spullen toch. Ik, omdat ik daar bleef slapen. Waar? Bij mijn vriendin. Oh, moest je spullen meenemen? Ja. Oh. Wat dacht je? Waarom moet je spullen meenemen dan? Van naar het huis hierheen. Ja, waarom? Is ook. Ik heb daar niet alles liggen. Oh. Maar je komt nu... Je komt toch van je vriendin af nu? Ja. Waarom neem je je tas dan mee? Zit er geld in? Pak maar. Ja, hè? Heb je geld gehad voor Barcelona? Nee. Ja, gisteren salaris, hè. Ja? Heb je goed salaris? Ja, ik kan... Nou, beter dan Nederland, zeg maar. Denk ik wel. Mm-hmm. Ja, denk het wel. Hoe woon je daar dan? Alleen? Of hoe zit dat? Ja, ik woonde eerst op de club. La Masia, daar... maar ik vond het echt heel irritant. Die kleine kinderen rennen daar rond en de hele dag geschreeuw. Van al die jeugdelfs al open. Ja. Dus die jongste is 9 en die tussen de leeftijd van 9 en 13, die maakt je hoofd echt moe. Ja. Als jij gewoon rustig wil liggen op je kamer, hoor je ze nog schreeuwen beneden. Ja. Dus toen ik 18 werd, in december, ging ik eigen appartement. Dus nu woon je lekker in Barcelona, echt appartementje? Ja. Alleen? Ja, helemaal alleen. Wel groot, gewoon dat iedereen kan komen als hij wil. Ja. Lekker dicht bij alles. Ik bedoel je vrouwen als ze willen komen? Nee, niet meer. Hoe lang heb je vriendin nu? Deze? Ja, deze die duurde echt lang totdat ze officieel wilden maken. Dus toen, nu, toen ze hoorden van dat je bij Barcelona ging? Ja, hè? Nee. Maar ik moest echt lang strijden, hoor. Ja? 7 maanden. Zeven maanden? Langer. Nee, je niet. Ja. En toen, wat eerste date? Eerste date, ik ging gewoon hier naar Deventer. Gingen we daar op zo'n restaurant, lounge. Ja. Gingen we daar zitten. En hoe heb je haar ontmoet dan? Via Instagram of zo? Nee, ik was op een barbecue hier in Deventer. Oh. En dat was van Scout van Chelsea. Ja. Yeah. Dus ik zou toen eigenlijk daar naartoe gaan, was ik uitgenodigd. En zij was daar ook. Oh, oké. Okay. Wie is dat dan? Kenneth Zandvliet. Ja, ik ken het wel. Ik ken het. Echt? Ik ken het. Hij was eerst bij Twente. Ja, ik heb af en toe contact met hem. Hij is in Chelsea, klopt, ja. Oké, ze wilden jou ook daarin halen, naar Chelsea. Mm-hmm. Ja, ze hadden toen die transferband. Hm? Die transferband. Oh, ja, mag niet. Ja. Ze mochten geen spelers halen, want alles was al rond. En ik had niet verwacht dat ik eigenlijk nog ergens anders zou tekenen. Ja. Maar hoe reageerde jij dan? Ja, je zit bij MVV, met alle respect, het is een mooie club, maar hoor je ineens van, oké, er is interesse van Barcelona. Ja, Chelsea is de eerste, Barça kwam echt als laatste. Ja. Gewoon de laatste week en een paar dagen daarna hebben we getekend. Maar die interesse, ja... Dat is dan niet normaal? Als je eerst denk je van, hoe dan? Ja, precies. Je gelooft niet dat ze daar komen kijken. Maar ze zijn komen kijken bij jou, hoe je speelde ook alsof. Ja, dus natuurlijk door een zaakwaarnemer die dat dan heeft geregeld. Als ik dan goed speel, dan blijven ze komen. Ja. En zij gaan dan video's kijken en zien gewoon veel potentie. Ja. En dan krijg je het bericht van, ja, ze willen een contract. Je kan 2 jaar contract tekenen. Ja. Kijk, dan kom je daar. MVV is echt niks natuurlijk. Anderhalf meter, hè? Anderhalf meter! Je bent gek. Eentje was boos.
Mooi, hè? Mooi gasten. Ik zeg, ze hadden keer van go ahead, sla mij zo dood, joh. jongen. Maar ja, even terugkomen. Ja, Barcelona. Dus MVV is zeg maar niks. En dan kom je opeens bij die andere complexen. Je ziet alles. Het is gewoon een ander niveautje, hè? Ja. En de spelers dan? Met wie trek je op? Met Reis, of niet? Ja, met Reis wel. Ik rij ook met hem naar de club. Omdat ik nog niet rijbewijs heb, helpt me altijd op. Ilaij Moriba. Ken je die? Die nieuwe Pogba. Ja, heb ik gehoord. Ja. En is echt goed. Ja? Altijd met Louis Barry. Maar hij is in de winter weggegaan naar Aston Villa. Mm. Maar ik was echt altijd met hem. Oké. Okay. Dus, maar wat doe je dan zo overdag? Hoe gaat zo'n dag? Hoe ziet jouw dag eruit? Zeg maar, je gaat naar de club en dan? Ga je trainen? En dan? Ontbijten, trainen, daarna ook daar eten. En dan kunnen we doen wat we willen. We zijn echt vroeg klaar, hè? Ja? Rond 2 uur kan je al thuis zijn soms. Meen je niet? Ja. Want dat is het verschil tussen Barça en Engeland. Bij heel Engeland ben je gewoon tot 5-6 uur op de club, hè? Ja. Ja, maar dat is echt veranderd. Want toen ik voetbalde, kijk, ik was gewoon... om 12:30, 1 uur kon ik gewoon naar huis. Mm-hmm. Was ik klaar. Maar nu is het echt... Hebben wij bijna nog. Hm? Hebben wij ook ongeveer. Ja. Maar... Dat is echt helemaal veranderd ook. Ook die training intensiteit is echt helemaal veranderd. Want vroeger was het gewoon, ging je trainen een uurtje, 1,5 uur. En dan eten. Sigaretje erbij, potje bier en dan ging je naar huis. Ja, zo ging dat gewoon. Maar nu is het echt van 9 tot 5, man. Bijna. Ja, maar dus bij ons niet. En dan als we gewoon 2, 3 uur thuis zijn, dan kan je echt doen wat je wil. Strand is natuurlijk dichtbij. Ja. Winkelstraten. Ga je veel naar het strand? Nee, echt niet. Vind je niet lekker? Lekker een beetje in de zon liggen? Jawel, maar ik weet niet. Ik weet ook niet waarom ik niet vaak ben geweest. Nee. Want het is wel echt chill gewoon. Barcelona is dan mooi, man. Ja. Lekker eten overal. Aha. Zonnetje. Oh, heerlijk leven, man. Niet dat leven daar wil ik niet in leven. Zeg. Nee. Maar jij moet toch spelen. Kijk, als jij niet gaat spelen, wat ga je dan doen? Als jij... Wat zijn je plannen? Je hebt nu nog een jaar contract daar? Nee, nog 3 jaar. Nog 3 jaar? Ja, 2023. Oh, dus je had 3 jaar getekend of zo? 4 jaar getekend. Oh. 4 jaar had je getekend? Ja. Oh, shit, je mina. Ja, maar ja, dan kan je misschien beter nog een jaartje even uitverhuurd worden. Ah, en heb je in Nederlands elftal gespeeld? Ja. Vorig jaar november kwam ik voor eerst bij. Ja? En... Daarna hadden we nog in maart wedstrijden. We zouden eigenlijk vorige maand, of 2 maanden geleden, kwalificatiewedstrijden hebben voor EK. Ja. Yeah. Maar dat is nu verplaatst naar oktober, november. Oké, en bij wie zat je in het team dan? Onder 19 met Robby, Joshua, CXC. Oh, Robby, ja, CXC, ja. Laatst kwam Unuvar en die jongeren van 2003, 2002 die zijn er ook bij gekomen. Maar echt bijna alleen maar Ajax, hè. Dat was vroeger al zo, jongen. Wij zaten gewoon bij, denk ik, 7, 8, 9 spelers in die jeugdelftallen. Van, gewoon met mijn eigen team zaten wij gewoon bij het Nederlands elftal. Ja, volgens mij de laatste keer waren er ook 11. Ja, hè? Ja, maar daar komen de beste talent van, jongen. Dat wel, ja. De beste club van Nederland. Nee, dat is zo. Ja. Zeker, ja. Wie is je trainer? Frank Ortiga. Ortiga? Maar, ja. Hij is gewoon een... eerst hadden we natuurlijk Victor Valdes. Yeah. Die was... Was hij gek? Gek, hè? Ja? Als je niet goed had. Ja, wat had hij gedaan? Zeg maar, begin van het seizoen speelden ze de Otter Cup bij PSV. Ja. Yeah. Halve finale verloren. Zouden ze voor de derde, vierde plaats spelen. Maar die zijn gewoon weggegaan naar huis. Meen je niet? Ja. En daarna kreeg hij een beetje... ruzie binnen de club. Was dat die keeper? Ja. Ja. Yeah. Victor Valdes. Ja. Yeah. Hij is gewoon naar huis gegaan. Toen, Want ze moesten de derde, vierde plaats spelen. Uh-huh. En dat wilde hij niet. Wilde hij gewoon niet. Weggegaan. Nee. Ja. Maar toen speelde ik nog niet. Dat was zeg maar de week voordat ik tekende. Wat is hij voor mannetje dan? Weet je dat? Hoe is hij? Hij wil wel. Is hij arrogant? Ik weet niet. Ja, hij heeft alles meegemaakt. Dus hij zou... Sommige mensen die gaan dan heel anders doen. Hij weet wel gewoon echt wat hij wil. Ja. Maar soms is dat niet wat anderen willen. Een goede trainer? Ik vond hem wel een goede trainer, ja. Dat zie je ook niet vaak, hè? Keeper was... als trainer. Nee. Maar hij was veel meer bezig met... Met zichzelf? Nee, met mij juist. Oh. Gewoon persoonlijk, individueel. Ja.
En die trainer van nu iets minder, maar ook omdat hij geen Engels spreekt. Valdez sprak gewoon Engels. Oké, ja, dat hoor je ook niet veel, nee. Dus je spreekt Spaans? Een beetje. Heb je les? Ja, ik had les, maar die leraar, joh. Zo. Ik keek meer naar je gulp dan dat ze jou keek, zeg maar. Eentje wel, hè? Ja? Ja. Was die gek op jou, ja? Nee. Ja, je bent wel knap gozer, dus alles is, denk alles is in verhouding. Vraag aan mijn vriendin. Ja, ik zou zo vragen of ze goed zit. Nee, ja, maar, dus was, wat gebeurde? Ja, ik mocht hem gewoon echt niet en daarna kreeg ik een nieuwe. Ja. En die mocht ik nog minder. Toen heb ik gezegd, ik wil een nieuwe leraar. Ja. Een jonge vrouw. Ja? Ja, ja, serieus. Een jonge vrouw die gewoon ook Engels kan. Ja. En weet wat ze doet. En die hebben ze geregeld, maar... Mooi vrouw? Ik moet nog terug. Nee, ik moet nog terug. Oh, je weet niet. Niet gezien. Maar oh, je weet niet. Nou, ze zullen wel lelijk mokken voor jou neerzetten, anders lig je er bovenop straks. Jij leert helemaal geen Spaans. Jij leert aan Nederlands. Ja man, zo. Niet normaal, hè. En dan ja, voor de rest dan, wat doe je zo al dan, nu? Hoe blijf je fit? Nee, weet je dat? Sorry, ik ken de weg hier echt niet, hoor. Jezus man. Ik kan ook, ik moet toch weer naar het station, hè. Moet je op daarom heb je die kleding bij je. Ja. Ik dacht, hij neemt die kleding mee, gaat hij straks weer terug in de auto. Nee, daarom vroeg ik dat. Nee. Waar is het station? Geen idee. Is dat Centraal Station? Apeldoorn kan ook. Ja? Moet je daar afzetten? Kan ook, ja. Oh, dan doe ik dat wel. Rijd ik hier terug. Dat is beter, man. Kunnen we nog even opnemen. Oh, kijk. Ik maak heel... Ik heel gevaarlijk, Fred! Woe! Wil je wel lekker de auto rijden, jongen. En een beetje Netflix ook? Of kijk je Pornhub? Veel zeker? Ja, heb je app ook? Hè? Je hebt zo'n app toch, Bono? Ik heb abonnement. Die zijn wel het beste, Brazers. Brazers, ken je die? Die zijn mooi, hè, Brazers, joh. Oh, man, ik ruk me helemaal sub. Het is echt zo, hè? Ik ben hield. Hè? Hield op de hand. En ook op mijn lul. Kijk, die man met de soep is mee, maar ik denk dat die een keer weg kan komen. Zie je dat? Wat voor auto zou jij willen hebben? Ja, als ik ben een beetje aan het kijken. Ik dacht eerst Mercedes. Ja. Maar ik heb Audi gezien. Audi? RS6, RS7? Q8 of oh, RS-Q8. RS-Q8. Maar hij is ook groot, hè? Ja. Ja, heb jij wat nodig ook? Ja, ja, ja. Lang? Mm. Voor je lange benen? Ja. Oh, kom maar hoor, mevrouw. Kom maar, schat. Ah, doe maar. Yay, eindelijk. Ik denk dat ze vrachtwagen rijden. God, Sam, die vrouw is al 90, man. Die gaat bijna dood. Ze zit nou nog op de weg. Ik kan het niet. Wie is jouw voorbeeld? Van Dijk. Mitchell, ja? Nee. Huh? Virgil. Oh, Virgil, ja. Mitchell. Sorry. Mitchell. Mitchell Dijks. Mitchell Dijks. Mitchell Dijks. Nee, Virgil, tuurlijk. Virgil. Ik heb ook champagne mee. Ja, jij bent ook wel... Ook zo, hij is ook groot, toch? Ja, ja. Virgil, ook zo lang, man. Ook zoiets, ja, geloof ik. Ja, 1,94. Ja, 1,95. Denk je dat je ooit Nederlands elftal haalt? Ik hem. Ja? Als ik door blijf gaan en doe wat ik moet doen. Ja. Dan wel, hè. Netjes, maar mooie toekomst weer. Ja. Lekker genieten. En dat had echt niemand verwacht, hè. Ik was, toen ik 16 was, nog onder 19 MVV. Toen werd ik opeens doorgeschoven. Je was onder 16 en toen ging je onder 19? Ja, van onder 15 jaar. Ja? Ging ik onder 19. Meen je niet? 16 was ik nog steeds onder 19 en toen werd ik doorgeschoven. Naar het eerste. Ja. En toen met 16 met de buurt gemaakt. En toen ik 17 was weggegaan. Jeetje, Mila, met 16 jaar leeftijd al de buurt gemaakt, hè? Ja. Maar hoe was dat? Hoe was je debuut? Hoe stond je daarin? Qua ja, mijn debuut was. Het was echt raar, want ik moest één keer meetrainen. En twee dagen later had ik mijn debuut. Maar ik kwam erin in de spits. Gewoon als. Lange speler gaan maken. Ah, breekijzer. Ja. En daarna nog wat invalbeurten. Toen mijn eerste basisplaats uit tegen NEC, dat was echt, speelde echt goed. Ja. Tegen NAC? NEC. NEC Nijmegen? Ja, ja. Ja. In de krant stond er van Dari in zijn zak, Okita in zijn zak. Dus ja. Dat was echt, dat is alleen maar mooi. Goeie wedstrijd. Ja. Hey, en zijn jouw vader en moeder nog bij elkaar? Ja. Oké, die wonen dus in Maastricht. Mm-hmm. Gaan die ook vaak mee? Ja, die komen wel iedere maand naar Barça. Oké. En mijn broers, vrienden. Als ze niet met school zitten. Ik heb 3 broers. Hè. Meen je? Ja. Jezus, dan moet je echt goed je best gaan doen. Want ze willen allemaal Rolexen, ze willen allemaal een dikke auto straks. Je speelt bij Barcelona, joh. Dan moet je alles onderhouden. Ja, klopt.
Kom nog, ja, tuurlijk. Oh, dik. Maar train je ook voor jezelf en zo? Zeg maar, na de, of ga je gelijk, als je klaar bent met trainen, ga je wel weg? Of nee, blijf? Ik ben wel vaak nog als laatste van de 10 dagen. Ja, hè? Maar gewoon, we doen echt heel weinig kracht, hè? Uh-huh. Dus dan ben ik na de training gewoon nog in de gym. Maar dus bij Barça is meer op het veld voetballend en kracht laat ze een beetje links liggen. Ja. Dat is ja, wat ze eigenlijk fout doen, vind ik. Dus alles op techniek en zo. Mm-hmm. Veel positiespelletjes, ja, en zo. En... Ja. Veel panna's. Pannetjes, ja? Zijn ze daar gek op? Bij mij zijn ze heel gek op. Ja, het is wel moeilijk, hè, omdat je zo lang bent. Nee, jij is makkelijk. Ja? Ja. Ja, makkelijk bij jou panna te geven. Mm-hmm. Omdat je zo lang bent, ja. Ik krijg gewoon veel. Ja? En dan was het helemaal gek. Nu ik rondeltje ben rondo. Nu is het gewoon van nog eentje. Eentje. Normaal rennen ze allemaal weg. Ja. Kijk, die filmpjes ken je toch wel? Ja. Maar, als ze een pan hebben gegeven. Ja. Nu is het gewoon nog eentje bij ze weer. Echt, ja? Geef je niet iemand een keer een doodschop? Jawel. Moet je het doen, man. Dan doen ze het nooit meer. Net als die Materazzi bij mij dan. Die gaf ik ook een panna. Ik zweer toch, ik ga met mijn panna weg, was ik. Daarna is het weer, ben ik aangespeeld, maar stond ik verkeerd. Ik moest openstaan, maar ik stond met mijn rug naar hem toe. Ik draai open, bam, boom! Helemaal been, helemaal open, scheenbeen, helemaal open. Dat was een dag voor de wedstrijd, hè? Ja. Ik kon gewoon naar binnen. Op training. Hè? Op training. Dat was gewoon klaar, was gewoon, hup. Nou, was ik 2 of 3 weken eruit. Mm-hmm. Dat was gewoon hele, was gewoon, hier, was gewoon, was helemaal open gewoon. Ja. Dat was zo gek, jongen. Ben je veel geblesseerd geweest? Ja, later werd ik steeds meer geblesseerd, omdat ik speelde bij Everton en ik wist toch dat ik niet speelde. Dus als ik een scheur in mijn nagel had, was ik geblesseerd. Dan kon ik thuis blijven. Ja, hij nam me altijd mee, die moois. Ik moest altijd overal mee naartoe, hè. Dus hij speelde niet. Hij wilde niet dat ik, ja, hij wilde gewoon mijn enteren dat ik gewoon meeging altijd. Ja. Dat ik weg was van huis, dus hup, en dan zat ik in een hotel 2 dagen. Nou, en dan begon de wedstrijd en die tribune. Dus ja, op een gegeven moment dacht ik hier, dikke lul, ik ben geblesseerd, pik. en ik wilde ook niet met de tweede meedoen. Want dat, ja, speel je San Siro met 90.000 man, de derby. En dan speel je hier in de Arena tegen Feyenoord, 50.000 man. Kom je daar bij het tweede van Everton, speel je in de weiland achteraf met 3 man. Hij zei allemaal alle 3 blind. Dus wat de fuck moet je dat doen dan? Dan ben ik gewoon geblesseerd. Zeg ik, ouwe, lekker, ik blijf wel thuis, zoek maar iemand anders. Ben je gek? Ja, dus elk dingetje die ik voelde, gelijk. Dat deed ik gewoon. Ja, blessure. Okay, gelijk blessure. Ja. Sorry. Ja. Ik heb geluk dat ik weinig blessures heb. Ja. Groot, sterk, een beetje krachtding erbij doen. Nog wat sterker wordt, dan kan je echt Virgil achterna, man. Wat is, hoeveel is Virgil weg? 85 miljoen? Of niet? 72 volgens mij. Ja? Want Maguire was toch duurste met 80. Van Maguire, ja. Wat de mogel is dat dan? Nee, niet hij, maar dat kan toch, je kan toch niet, nee. Van Dijk vergelijken met Maguire? Kom op, hé. Dat is toch een hele andere koek. Als Van Dijk nu weg zou gaan, dan zou het misschien dubbel zijn. Ja. Maar die gek, die Virgil verdient gewoon met 2,5 ton in de week, ja, bij Liverpool. Nu, hij heeft nu toch een nieuwe... Ja, hij heeft een nieuw contract, 2,5 ton in de week. Dat is toch niet normaal? Oh man, wat zal ik veel hoeren neuken? Ik zou ze allemaal opkopen, al die hoeren, en dan laten werken voor me. Oh, dat is gewoon... Is, als je voor een wedstrijd in een hotel zit, hè? Ja. Wil je vrouwen laten komen? Ik, ja. Ja? Ja, vaak. Maar ja? mag niet. Nee, mag niet. Maar ik deed altijd heel slim, weet je wat ik deed? Kijk, altijd als wij moesten eten om 7 uur, heb je toch zo'n pasje van dat je in de kamer kan. Ja, ja. Die legde ik dus tegen de deurpost aan, ja, zo. Gewoon, dus ik ging gewoon naar beneden, ging eten. En dan wist ik van, oké, als ik zo terugkom, heb ik toch toetje. En dan lag dat mokkel al op bed, klaar. Lekker, joh. Oh. En dan moest ze wel op 10 uur of zo, 11 uur ging ze weg. Maar ja, ik verveelde me dood, man. Dan zit je daar in zo'n hotelkamertje, een beetje boekje lezen, televisie, ja, kijken. Je hebt gewoon, moet je even gaan wandelen of zo en dan... Ja, maar toen was het nog niet echt social media ook, op mijn tijd, weet je wat. Mm. Nu heb je dat, kan je gewoon de hele tijd Instagram zitten en zo. Ja. Maar dat was toen nog niet. Dat was een beetje, ja, PTV. Ja, precies. Dan kon je betalen voor een film te kijken en zo. Oh, ja.
in de hotelkamer, dan krijg je dan op je rekening zo. Uh-huh. Oh, ik heb al die pornofilms gekeken volgens mij. Ik word helemaal gek. PTV. Ja, dat hebben jullie niet. Jullie gaan nu lekker op de PlayStation, lekker social media, Netflixen. Dat was allemaal niet. Oh, ik woon hier, man. Ik woon hier, in dit huisje. Ja, toch? Ik ben nu dicht bij de kapsel. Nee, ik heb een mooie boerderij, man. Ja, ja. Allemaal paarden. Mijn vrouw staat soms ernaast, hè. Dan zie ik niet wie is. Dat zie je hier ook veel, hè? Kijk, zei dit. Kijk Melissa dit. Nee, man. Wat je zegt. Nee, Melissa kijkt dit. Het interesseert haar helemaal niks. Die gek. Ze weet niks over voetballen. Nee, zij weet niks over voetballen. Nee, mijne ook niet, hè. Nee? Moet je echt niks vragen. Weet ze ook niet wat buitenspel is? Ze weet wat een corner is. Oh. Voor de rest. Buitenspel? Misschien weet ze dat. Buitenspel, ja. Ja, dat is... Ik had het laatst over Van Dijk. Ze had geen idee. Nee? Nee. Nou, als ze die ziet, dan ben jij weg, jongen. Dan zegt ze, daar. Ik ga naar Virgil. Virgil zit goed met zijn vrouw, ja. Ja, mooie vrouw ook. Ik zag hem, ik moest hem toen laatst bij de Gouden Bal daar presenteren voor RTL. Mm-hmm. Die gozer, echt een aardig gozer, maar echt een lange, sterke beer van de gozer, man. Ja. Ik heb haar nooit in het echt gezien. Nee? Knappe gozer ook. Jij moet ook je haar lang doen, man. Nee, joh. Curly. Nu, ik ben echt lang niet aan de kapper geweest. Zo, mag wel een keer opschrijven. Dit kan eigenlijk echt niet. Ik moet zeggen. Nee, zeker, man. Maak het uit. Nee, maar normaal heb ik gewoon opschrijven. Ja. Waste. Maar nu ook al heel lang niks meer aan gedaan, dus... Nee, we mochten toch ook niet naar kapper en zo? Ja, maar mijn broer doet dat. Oh, je broer? Hij is geen kapper, maar... Oh. Wat is hij dan? Hij studeert geneeskunde. Meen je? Mm. Oh, netjes, man. Slimme gozer. Wat heb jij gedaan dan? HAVO. HAVO? Mm-hmm. Oh, netjes. Ja, ja. Goed hoor. Mijn andere broer, VWO. En mijn broertje ook HAVO. Oké, het is allemaal slimme mensen. En wat is jouw afkomst? Jouw vader? Congo. Mijn vader is Congolees. Congo? Mijn moeder is een blonde boerin uit in de buurt van Roermond. Meen je? Ja. Oh, dat is leuk, hè? Ja, mooi. Nee, maar Congo is mooi, hè? Daar heb je echt die jungles en zo, toch? Ja, ja. Wauw. Maar dat is zeg maar een beetje verpest door de regering nu. Maar het is nog steeds wel echt een mooi land. Ja, zeker. Want normaal, heel veel mensen denken Congo en ze zeggen, weet je wel, woestijn en zo. En, het zit niks. Maar het is gewoon een dikke jungle daar. Mooi, echt heel mooi. Ja, maar niet alles. Want je hebt, de hoofdstad is ook echt een grote stad. Hooggebouwen. Dus, jij, hè? Ja, ja. Als je dat wist, ik weer niet. Oké. Okay. Ja, dat is wel leuk, man. Oh, we zijn weer lekker thuis, man. Ben je wel eens in Apeldoorn hier? Nee, wat moet ik hier? Ja, ik denk misschien niks heb je nog een meisje erbuiten. Uile hond. En die broertjes ook voetballen? Ja, mijn oudste broer die was voetballer. Toen kreeg hij een ongeluk. Zijn been geamputeerd boven zijn knie. Nee! En nu is hij Blade Runner, 100 meter sprint. Echt waar? Dus hij wilde Paralympische Spelen halen van... misschien volgend jaar en anders 2024. Wow, wel doorzetter, hé. Maar ja, ja. Hoe had hij ongeluk gehad? Toen was hij 18, volgens mij. Zo jong al? Met de auto? Met zijn motorscooter. Ze waren op vakantie en toen in een bocht nam hij volgens mij te breed. Kwamen ze tegen een boom op. Maar het was, hij kon gewoon direct geholpen worden. Had hij zijn been nog, maar ze hebben hem 5 dagen laten liggen. In het ziekenhuis, van het komt wel goed. Meen je niet? Van gewoon rusten en dan... Waar in Spanje? In Jakarta. Ach, ja. Maar doe maar rustig aan, joh. Kom maar goed, man. Je hebt niks. Aanstellen. Ja. Nou, je been eraf, wat een gekke. Ja, want zijn been was gewoon aan het rotten. Omdat hij had een inwendige bloeding. Ja, jongens. Kijk, daarom, ik vind vakanties, hè. Vind ik wel leuk. Leuk, ik ga liever niet op vakantie. Ik blijf liever in Nederland. Want ik weet dat het gewoon goed is hier. Als er wat gebeurt met mij... Kijk, die ziekenhuizen zijn gewoon top. Ga je naar het buitenland, is het nog wel een beetje, denk van af en toe van oeh, ze doen maar wat. Of rustig, zo met je broer, doe maar rustig aan, je hebt niks, kom maar goed. Ja. Zie je, dus ik ga liever niet op vakantie hoor. Ik ben liefst gewoon in Nederland, ik hou van Nederland man. Oh, ik vind Nederland echt lekker. Ik wil wel echt weg hoor. Wil jij weg? Ja. Nu ook weer hè.
ik wil gewoon terug naar Barça. Ja, tuurlijk, want daar is het wel mooi. En Barcelona is ook niet zo ver hier vandaan. Mm. Lekker weer en mooi en weet je. Maar we moeten naar het station, oh ja, hier achter. Centraal Station? Si. Centraal Station. Oh. Ja, man. En wat ga je doen dan als wat nou als een Man United of Liverpool komt? Zou je daar weggaan omdat Virgil daar zit? Hey, die man, die Colo man is eruit, die Colo. Niet omdat Virgil daar zit. Nee, maar dan kan je wel leren van hem. Ja, klopt. Want hij is echt goed. Ik ga gelijk naar mijn vrouw. Ga ik even koffie drinken en zo. Is die op het werk? Op het werk. Ja. Thanks, man. Thanks, was gezellig. Doe je ding, jongen. Succes met Barcelona. Dankjewel, ik spreek je. Yes, jongens. Xavier was dat. Lieve, rustige jongen. Grote gozer. Ik denk als hij doorgaat, is het nu op Barcelona contract voor 4 jaar. Dat we nog veel van hem gaan horen. Dus ik vond het mooi dat hij bij mij in de auto wilde komen. Ik ga een shirt voor jullie regelen. Een Barcelona officieel shirt. Dus hij gaat mij zo'n shirt geven. Ik ga hem bellen. En dan regel ik voor jullie een shirt. Kun je winnen. Oké? Okay? Bedankt voor het kijken weer. Doe naar de volgende. Later.